Zusters en broeders, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik kan me herinneren, en u zult het ook wel zo hebben meegemaakt, vele jaren geleden, bij de viering van Oud en Nieuw, en ik zal een jaar of 6, 7 zijn geweest, dat dat wonder tot me doordrong dat er een jaar voorbij zou zijn en een nieuw jaar begon. Dat werd mij ook wel mooi voorgesteld, van dat jaar dat sterft dan af en dat gaat weg en dat neemt eigenlijk ook, hè, dat gestorven jaar, dat neemt alles mee wat in dat afgelopen jaar niet is afgerond, wat mislukt is, wat fout is gegaan. Dat is allemaal weg. Dat is eigenlijk een beetje de gedachte die het Jodendom kent bij de Rosh Hashanah, hè, de viering van het Joods nieuwjaar. Dat oude jaar neemt alle vuiligheid, al het fouten, al het verkeerde, neemt het met zich mee. En dat vond ik toch wel heel erg indrukwekkend. Dus je hoefde over al die negatieve dingen niet eens meer na te denken. Dat werd allemaal verzwolgen door de tijd. Het was nu weg. En dan keek je naar de andere kant en dan kwam dat nieuwe jaar eraan. Op dat magische moment, vannacht om 12 uur. En dan zat je af te tellen bij de televisie en dan was dat nieuwe jaar er. Ja, dat was magisch, want dan had je weer dat... Die eindeloos lange periode, hè, voor een kind van 6 is een jaar heel lang. Eindeloos lange periode en dan zou alles nieuw worden. Dat stelde ik mij ook zo voor. De plek in de klas waar ik zat, dat zou heel nieuw aanvoelen. En de boeken die ik zou lezen zouden heel nieuw aanvoelen. En mijn vader en moeder zouden heel anders met me omgaan dan ik met hen. En mijn zusje en ik zouden eindelijk vrede krijgen. Nou, dat soort zaken. Nieuwe jaar brengt een soort van zaligheid voor een kind van 6, 7. En dan ontdek je een paar dagen later, dan is het feest voorbij, de oliebollen weg, de kerstboom wordt dan onttakeld. Ja, dat is nog best hard werken, om die belofte van dat nieuwe jaar in te lossen. Dat gaat niet vanzelf. En ik dacht altijd dat er iets automatisch in zat, iets wat je zelf niet hoefde te doen. Het oude jaar verdween toch ook vanzelf? Het nam toch al die rotzooi mee? Nou, dat nieuwe jaar zou dan vanzelf ook al die mooie, prachtige, vernieuwde zaken geven, hè, waar je zo naar hunkerde. Want je keek dan wel eens terug, zelfs op die leeftijd, en dan waren er toch wel nare dingen om aan te denken. Zusters en broeders, we hebben heel veel nare dingen om aan terug te kijken, als we dat zouden willen, van het afgelopen jaar. En ik was begonnen daar een lijstje van te maken. Zo'n oudejaarspreek moet je een beetje terugkijken, dacht ik. En ik maakte die lijst van al die zaken die ons hebben doen schrikken in de wereld. Ja, te beginnen vanaf januari vorig jaar, u weet precies wat. En ik ga het nou niet noemen. Ik wil dat lijstje niet maken. Ik zou willen, en even mogen we die illusie dan hebben, dat het oude jaar dat nu vergaat, dat dat allemaal zal meenemen. Het zal zich niet meer herhalen, het komt niet meer terug. Dat hebben we achter ons gelaten, nu begint een nieuwe tijd. Ik zou heel even willen dat we die hoop voelen en koesteren en meenemen dat het nu echt een keer achter de rug is. Dat we echt aan een nieuwe tijd beginnen. Dat kan. Het is niet bij voorbaat zo dat dat nieuwe jaar net zo treurig en net zo gewelddadig, net zo oorlogzuchtig en net zo negatief verloopt als het vorige. Het hoeft niet. Er is zoiets als vernieuwing in de wereld. Er is zoiets als een oordeel wat een einde aan iets maakt en een punt achter iets zet en het vervolgens bij het vuilnis doet belanden. Dat is er. Dat gebeurt ook wel eens in je leven. Er zijn van die momenten in je leven, niet altijd bij oud en nieuw, dat je ergens definitief een streep onder zet. Nou, is klaar. Heb je met iemand in vijandschap geleefd een hele tijd? Je kon niet samen door één deur. En de klachten over en weer werden steeds sterker. En dan zet je daar een keer samen een punt achter. Wij verzoenen ons met elkaar. Nou is klaar. Bij al die rottigheid in de wereld gaan wij onze ruzie niet nog een keer optellen. Wat een onzin. Klaar. Weg. Gaat met het vuilnis mee. En dan komt vervolgens natuurlijk dat moment dat je ontdekt, ja, maar daar moet je nog hard voor werken. Dat is niet automatisch klaar. Goed, het is bij het vuilnis, het gaat allemaal weg. Maar je moet er nog hard voor werken om dat toch weer waar te maken. Zo is het wel. We moeten er wel iets voor doen. Het is met de gemeente niet anders als in ons persoonlijk leven. Op een goed moment moet er een streep onder, een punt achter, dan moet het weg. En dan moet je weer naar voren kijken.
Als God in de wereld komt in zijn zoon, dan is dat ook zoiets. Dat is een punt zetten achter heel die oude geschiedenis met Israël. Israël dat voortdurend in de fout valt en fouten maakt, dat het toch zo'n bijzonder getuigenis van God krijgt. Dat loopt steeds maar mis. Ze krijgen een land, ze krijgen een koning, het gaat mis. Ze krijgen in de ballingschap toch weer een terugkeer in een tempel, het gaat steeds weer mis. Dan komt God zelf. Voorwaar, zegt Jezus, de tijd komt en is nu. De tijd komt, daar hebben al die profeten van gesproken. Nou breekt dat nieuwe jaar aan, dat nieuwe jubeljaar, die nieuwe toekomst breekt aan. De tijd komt. Je mag in die verwachting al leven. En dan zegt hij dat wonderlijke erbij. En het is ook nu. Je kunt verlangen naar die nieuwe tijd. Je kunt verlangen naar verbetering. Je kunt verlangen naar wat morgen brengt. En morgen verlang je naar wat overmorgen brengt. En overmorgen wat de dag daarna kan brengen. Want elke dag blijkt het weer niet te lukken. En dan komt de Zoon van God en die zegt, nee, die tijd is nu. Die tijd is al aangebroken, lieve mensen. Dat de doden de stem van de Zoon van God horen. Hoe definitief mis kan het gaan? En juist voor diegenen die in de dood liggen. Ik bedoel niet letterlijk de gestorvenen. Dat bedoelt de Heer Jezus hier ook niet. Mensen die in die schaduw van de dood verstikt raken. Vast erin blijven zitten. Er niet meer een uitweg uit weten. Geen enkel glimmertje van licht kunnen zien. Er komt een tijd en is nu dat die doden die zo hopeloos verstrikt zijn. En al het negatieve van het leven. Dat die de stem van de Zoon van God zullen horen. Als het goed is, bij alles wat wij hebben meegemaakt in het afgelopen jaar. Hoe verstrikt we ook geraakt zijn. In de fouten die wij maken of die jegens ons begaan zijn. En in de hopeloosheid van het leven soms. Als ziekte dreigt. Dan is er geen stem, zomaar, om ons heen. Toch? Behalve deze. Behalve alleen deze. De stem die zegt, de doden zullen de stem van de Zoon van God horen en dat wie hem horen zullen leven. Dwars door dat dal van de schaduw van de dood heen ontvangen die leven. Geestelijk leven uit God vandaan, wat verkwikt en vernieuwt en een ander perspectief geeft. Ja, wacht even, God heeft het laatste woord. Hoe was het ook alweer? Wat gaat het laatste woord in mijn leven? De moeilijkheden? Of mijn eigen onwil, of mijn eigen onmacht, dat dat het laatste woord. Of de dood zelf, had die het laatste woord? Oh nee. Even weer bij de les blijven. Het laatste woord spreekt God zelf. Het laatste woord spreekt Christus die kan zeggen, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Ook al is die dood gekomen, heeft alles weggevaagd wat je dierbaar is. Maar er is een nieuw leven, er is een stem die klinkt en die doden kunnen horen. Die wij kunnen horen. Als we leren luisteren. Hoe moeilijk het ook met ons gaat. En dat geldt voor de gemeente net zozeer als voor ons persoonlijk leven. Ook de gemeente moet leren luisteren naar die stem. Maar één stem waarnaar de gemeente heeft te luisteren. Niet de stem van wat de wereld zegt over wat een geslaagde gemeente is. Hoeveel leden je moet hebben. Hoe je dat financieel allemaal rooit met elkaar. En daar zijn we helemaal op gefocust. Want het gaat slecht met die zaken. Maar de gemeente heeft maar één taak. Zoals u en ik maar één taak hebben. Te luisteren naar de stem van de Zoon van God. Hij haalt ons uit die dood vandaan. Hij brengt ons uit dat dal van de schaduw van de dood. Hij herinnert ons eraan wat eigenlijk onze primaire taak is. Het is niet in dit gebouw, het is niet in de stoelen, het is niet in dat ik hier sta. Het is dat wij samen, dat u samen luistert naar de stem van de Zoon van God en dan antwoord geeft. In gebed, in gezang, in gehoorzaamheid aan zijn wil. Dat is waar gemeente zijn om draait. Al het andere is een extraatje wat we er voorlopig nog bij hebben. En ook als dat weg is. Hebben we dat ene nog over, die stem van de Zoon van God. Dat is het allerbelangrijkste en het allermooiste wat er in de wereld is. Dat is de enige stem die doden kunnen horen. Die kan doordringen tot jouw leven, ook al zit je aan alle kanten vast en verstrikt in je zorgen, in je nood. Maar die stem kan daarin doordringen. En wat doet die stem? Die geeft jou nieuw leven. Waar geen groei was, geeft hij bloei.
Waar je geen uitweg zag, geeft hij nieuwe wegen. Waar je haat en vijandschap in je hart voelde, geeft hij liefde. Dat is wat die stem doet. Die stem doet iets met jouw leven. En die stem doet iets met het leven van de gemeente. Verschillende groepen in die gemeente. Mensen met verschillende mentaliteiten en voorkeuren. Mensen met andere liturgische voorkeuren. Mensen die een ander soort prediking willen. Mensen die elkaar eigenlijk niet aardig vinden. Komt ook voor. Een beetje schuw om elkaar heen draaien in de koffieruimte. Na enkele jaren nog steeds niet met elkaar gesproken hebben. Niet van elkaar weten. Want hoe is jouw leven en hoe ga je met geloof om? We weten het niet van elkaar, maar we nemen de tijd er niet voor. Dat zijn die anderen waar we buiten willen blijven. Het gebeurt toch? Ik zeg u niks nieuws. En ik zeg het niet om u te bestraffen. Maar om u en mijzelf ook weer op te wekken. Om te gaan luisteren naar de stem van die Zoon van God. Want die wil dat verbreken. Die wil dat wegnemen bij ons, die onverschilligheid en die aarzeling. En moet ik nou de eerste zijn? En kan ik dat contact wel leggen? En is dat wel boeiend enzovoort? Maar hij wil dat. Eenvoudig leven in de gehoorzaamheid aan deze Zoon van God die alles voor ons over had. Die zichzelf in de dood overgaf om ons dat andere leven te schenken. Weet u, als dat leven ons kenmerkt, dat geldt voor ons individueel. Maar het geldt zeker voor ons als gemeente. Als je dat nou laat zien. Als het nou inderdaad op deze oudejaarsdag een soort Yom HaKippurim wordt. Hè? Het Jodendom, de dag van de verzoening. Als we nou eens in ons hart vandaag, in een ogenblik van stilte, eens bij elkaar roepen. Al die mensen waar we onverschillig tegenover staan. Of vijandschap voor voelen. Of waar het stroef mee gaat. Of waar we een conflict mee hebben gehad. Dat je dat lijstje zo aan God voorlegt. En zegt, Heere, dit zijn mijn ontbrekende daden. Dit is wat het misgegaan is in het afgelopen jaar. Noem ze eens, bij name in die stilte. Hierin heb ik gefaald, Heere. Het hele jaar door. En ik zou zo graag willen dat dat nu mee mag met het vuilnis. Dat daar een nieuw begin komt, een ommekeer. Een nieuw begin, het nieuwe jaar, dat je juist die mensen waar je omheen draait, die je niet goed ziet zitten, waar je problemen mee hebt, waar je stroef mee gaat, dat je die mensen recht en vriendelijk in de ogen kunt kijken. En kunt zeggen, opeens besef ik het, jij bent een broeder van mij. Je bent een zuster van mij. We zijn samen familie. We hebben samen dezelfde taak. We hebben samen dezelfde Heer. We horen dezelfde stem. We proberen diezelfde levensweg te gaan die hij ons geboden heeft. Dat je dat in dat nieuwe jaar voor elkaar kunt krijgen. Dat is hard werken. Dat is er niet zomaar. Maar dan ben je pas gemeente van Christus. Bij dat ene gebod. Vergeef elkander gelijk ook Christus u vergeven heeft. Twee keer bij Paulus. En Jezus zelf in het Johannes-evangelie. Dit is het nieuwe gebod. Stond niet in het Oude Testament. Dit is het nieuwe gebod. Dat u elkaar lief hebt. Een absoluut gebod van de Heer. Kan alleen maar in het nieuwe verbond. Wat hij de geest geeft. Om dat bij ons mogelijk te maken. Die vernieuwing mogelijk te maken. Dus het zijn broeders. Laten we in een stil gebed. Dat nou eens samen doen. Laten we het oude jaar hier afsluiten als een grote verzoendag. Zoekt u in uw hart naar die mensen waar het stroef en moeilijk mee gaat. Hier in de gemeente, ik zal ze niet allemaal opnoemen, die je in de wereld kunt tegenkomen waar het ook moeilijk mee gaat. Laten we nou eens beginnen hier, klein, in de gemeente. Mensen waar het stroef mee gaat, die je niet zo makkelijk herkent als broeder of zuster. Waar een conflict mee is geweest, die je niet vertrouwt misschien. Neem al die namen in gedachten en leg ze in dat stille gebed voor Gods troon neer. En zeg, Heere, neem het weg. Neem het weg en herstel het. Opdat wij waarachtig gemeente van Christus zijn in het nieuwe jaar. Laten we samen in stilte dat gebed doen, dat vraag ik u.
Vader in de hemel, verhoor ons gebed. Vernieuw ons hart door uw geest. Opdat het een getuigenis mag zijn. Dat uw liefde werkelijk in het midden van de gemeente woont. En dat wij door die liefde zijn aangeraakt. Want we laten het dan zien aan elkaar. Hoe liefde vijandschap wegneemt. Tegenstellingen overbrugt. Conflicten verzoent. En mensen weer eraan herinnert. Dat wij uw familie zijn, heren. Uw kinderen. Heren, wil het geven tot eer van uw naam. Amen.